We zijn ons eerst helemaal gaan inleven in het vraagstuk. We hebben interviews gehouden, we hebben ons verdiept in alle belanghebbenden, een stakeholder analyse gemaakt, stakeholder value map gemaakt, personas gemaakt, klantreis gemaakt. Dus we hebben van alle kanten hebben we het vraagstuk bekeken, belicht, onderzocht. Maar we zijn ook even wat dieper ingegaan op het vraagstuk zelf. Is dit nou echt het vraagstuk? En wat zijn de oorzaken ervan? Want dat kun je allemaal wel verzinnen. Maar met het hele team hebben we ook nog eens keer wat dieper gekeken, zodat we de echte grondoorzaak hebben kunnen achterhalen. En dat hebben we gedaan met een visgraad, een oorzaak-gevolganalyse, bekend uit Lean. En wat je dan eigenlijk doet is, ik teken dan altijd wel gewoon een vis. Met het team maak je dan een analyse, langs een bepaalde assen kom je dan uit en dan heb je het over een as als organisatie of management of tools. Het vraagstuk was bij ons van hoe komt het dat onze collega's met een arbeidsbeperking zoveel gedoe hebben om hun werk normaal uit te kunnen voeren. En met het team hebben we dus de oorzaken achterhaald en heel scherp doorgevraagd op het waarom. Tot het, en dat heet ook 5x why. Totdat het echt vervelend werd en we echt niet verder de why-vraag konden beantwoorden. Maar dan heb je wel de diepste oorzaak te pakken. Daarnaast zijn we breed gaan denken. We hadden echt de probleemdefinitie, die hadden we. En we zijn breed gaan denken door middel van allerlei creatieve sessies. Dit hebben we in een dag of anderhalf dag gedaan. Dus met het team hebben we al een enige tijd besteed aan de problematiek, aan de oplossingsrichtingen. En toen pas zijn we gaan praten over het verwoorden van de definitie. Dat hebben we gedaan door het team op te splitsen in kleine groepjes ook weer van 2-3 personen. Elk klein groepje heeft een ambitie verwoord. En dat hebben we steeds laten terugkoppelen in een steeds grotere groep. Op laatst hadden we plenair een ambitie verwoord. En dat proces heeft denk ik misschien 15 minuten geduurd. Dat ging heel snel. Als je koud binnenkomt bij een workshop en je moet beginnen met de ambitie formuleren, dan zit je nog met je eigen stokpaadjes, met je eigen mening. Dat heb je natuurlijk altijd wel, maar dan ga je vanuit je eigen optiek een ambitie formuleren. Maar als je een dag of anderhalf dag als groep al deze stappen hebt gedaan, dus je echt hebt kunnen inleven in het vraagstuk, de problematiek eromheen, de stakeholders, alle belanghebbenden, dan dat proces heb je nodig om tot de ambitie te komen. Dan gaat het ook snel en dan vindt iedereen dat ook goed en men kan zich erin vinden en ja, dan heb je maar een kwartier nodig. Om onze ambitie op te breken in kleinere brokken werk, hebben we de ijsberg gebruikt. Net zoals bij een echte ijsberg zit het grootste deel van het werk zit onder water. En boven water is alleen datgene zichtbaar wat je gaat doen. Dus je begint met de ambitie. Die is natuurlijk lekker groot. En van daaruit is natuurlijk een oplossing geformuleerd, bedacht door het team. En wat je dan doet is die grote oplossing. En van maat en daad was het een multidisciplinair team met een bijbehorende werkwijze. En het team heeft zelf bedacht, wat is er voor nodig om die oplossing te realiseren. Dus ze hebben de oplossing opgebroken in brokkenwerk. En dat zijn op zich ook nog wel grote brokkenwerk. En deze zijn op een gegeven moment nog verder opgebroken naar kleinere brokkenwerk, producten. En deze zijn zo klein dat je ze morgen kan oppakken. We pakken werk op uit de backlog en dat voeren we uit in sprints. Kortcyclisch, iteratief. Een sprint is een periode van 2 tot 3, 4 weken. En na zo'n sprint kijken we altijd terug van, hey, is het behaalde resultaat? Helpt dat onze oplossing te realiseren? Na die paar weken, na een sprint, kan je ook altijd kijken, hey, wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we nog beter doen om onze oplossing te realiseren?